Sterrenbeeld tweelingen. Tweelingen, van harte welkom bij jouw maandlegging voor de maand mei 2021. Mireille hier. Nou, ik heb er even uitgelegen in verband met een longontsteking. Dus ik lag echt even helemaal plat en onder zeil. En allereerst natuurlijk iedereen heel erg bedankt. Ik had het even gemeld omdat ik geen video's kon maken. Maar ook mensen die misschien op een bestelling of iets dergelijks zaten te wachten. Denk, gooi het even in de groep. Ik heb zoveel lieve, hartelijke, warme beterschapswensen gekregen. Dus dank jullie wel daarvoor. Ik vond het echt heel fijn om te lezen. En we zijn weer boven water. De geest zit weer in de fles. Mijn stem is nog niet helemaal top. Maar ja, daar moeten we het maar gewoon meedoen. Die komt vanzelf wel weer terug, ga ik vanuit. Ik heb er heel veel zin in. En ik hoop jij ook. Ben jij nieuw hier of nog geen abonnee? Hieronder ergens kun jij op de abonneerknop klikken. Vergeet dan ook niet om even je notificatiebelletje, je melding aan te zetten. Dan krijg je automatisch op het moment dat ik nieuwe video's gepost heb een melding. En ja, als abonnee zitten daar nog veel meer leuke voordelen aan. Want deze maand ga ik weer iets heel leuks weggeven. Ik geef 2 belconsulten van 20 minuten weg namens www.puurmedium.nl. Het spirituele platform waar je terecht kunt met al jouw spirituele vraagstukken. Voor een helderziend consult, voor een tarot consult. Nine Star Key hebben we. Ja, eigenlijk van alles en nog wat. Maar het is ook zeker heel erg leuk om daar eens een kijkje op te nemen. Je vindt er heel veel informatie om terug te lezen over heel veel uiteenlopende spirituele onderwerpen. Zoals chakra's, sterrenbeelden, soulmates, tweelingzielen. Lennoman staat er allemaal op. Neem gewoon zelf eens een kijkje. 2 belconsulten van www.puurmedium van 20 minuten. En ik heb hier nog een ontzettend leuk boek. Tarot en Astrologie van Willem Simmers. Aangeboden door Hayeva Uitgeverij. En ja, daar kan je dus ook kans op maken. Het is een heel erg leuk boek. Zeker voor mensen die al wat meer weten over tarot en astrologie. Zo zie je hier de munten 3. Die heeft bijvoorbeeld weer de tekenen of heeft de kenmerken van het 7e huis. Munten 4, kenmerken van het 8e huis. Aas van zwaarden hoort weer bij het 1e huis. Dus dat is gewoon ontzettend leuk. Om hier kans op te maken. Dus dat heb ik deze maand voor jou. En we zitten bijna aan de 5000 abonnees. Hoe gaaf is dat? Ik wil jullie daar onwijs voor bedanken. Zodra we die 5000 aantikken, met het aantal abonnees geef ik een persoonlijk belconsult cadeau van 1/2 uur. Dus één van jullie maakt daar dan kans op. Vanaf dat we die 5000 aangetikt hebben, dan kies ik een abonnee uit die dat wint. Dus genoeg leuks, denk ik zo. Nou, we gaan lekker beginnen met de kaarten voor jouw meimaand. Ik ben heel erg benieuwd. En ja, we gaan het eens even zien wat er allemaal naar voren mag gaan komen. Zo, nou, daar gaan we. We zijn nog heel glad. Het zijn hele nieuwe kaarten weer. Ik vond dat ook een heel mooie deck. Er komt binnenkort een nieuwe website van mij. www.mediummireille.nl. Hij staat al klaar. Moet alleen nog even omgezet worden. En daar kun je deze kaarten trouwens ook in vinden. Er zit ook een webshopje bij. En deze kaarten werk ik vandaag mee. Tarot Original 1909. Hele mooie kleuren hebben deze kaarten. Dus dat is wel leuk. En ik zal wel even een melding neerzetten als de website live gaat. Maar ik neem daar even de tijd voor, omdat ik natuurlijk zo druk ben geweest. Oké. Wat heb ik hier allemaal voor jou? Eens even kijken. Munten aas. Dan hebben we hier nog de zegenwagen. De ridder van bekers, de hermiet en de hoge priesteres. Kijk, die kleuren zijn ook wat antiek. Hè? Ik vind dat wel heel mooi ook. En ik ben nou eenmaal een kaartengek. Dus nou, we gaan eens even madame Lenneman erbij halen om te kijken wat. Nou, ze zitten niet lekker in mijn handen. Momentje hoor. Zo, wat daarin naar voren mag komen, daar gaan we.
ter aanvulling, verdieping en verduidelijking vanuit Madame Lenneman. Kom maar door. Voor de tweelingen. Voor mei 2021. Oké, de slang. Twee koningen. Het kruis. Dus iets gaat tot een einde lopen. Maar ook een nieuw geloof. De toren. De ooievaar. De weg. En even iets meer zo doen. Hoppa. De klaveren. Het boek. Anker. Schip. En dan heb ik hier voor jou het kind. Wat mooi. Even een keer terug, hè. Sorry hoor. Dat komt soms ineens. Staat wel lekker thee met honing. Tweelingen. Dit is waar je nu in verkeert of binnenkort in gaat verkeren. Dit is kort verleden, lang verleden. Nou, hier ligt een instantie. Dus je hebt met een instantie te maken gehad, een toren. En dat kan de gemeente zijn, dat kan de overheid zijn, een instituut zijn, een grote organisatie. En de bekers worden daar geklonken. Dus dit kan staan voor een geheel nieuwe samenwerking, nieuwe geboorte, wedergeboorte. Een samenvoeging van drie partijen eigenlijk. Maar sowieso positiviteit. En het heeft ook met groei te maken. Want deze toren staat ook voor groei. En dan heb ik hier eigenlijk staven 3. Uitkijkend welke richting je op wil gaan. Je staat volledig voor een heel nieuw begin. Waterelement, dus ga ook heel erg op je gevoel af. Intuïtie en gevoel mag je dus heel erg samen laten werken. Voor jouw nieuwe begin. Ja, en hier ga je in verkeren of verkeer je al in. En dan heb ik eigenlijk twee koningen. De koning van munten met de koning van vuur. Dus het vuurelement. Transformatie. De koning van munten is berekend. En daarmee wordt bedoeld dat ze geen risico's wil lopen. Dat alles op orde moet zijn. Dat het allemaal betrouwbaar moet zijn. Ze wil gewoon alle zaakjes goed in orde hebben. He, vandaar dat ze die munt ook in haar handen heeft. Dat moet gewoon kloppen. Stabiliteit. Overvloed. Alles heel erg oké. Het zou dus ook heel goed kunnen dat je gaat ondernemen, tweelingen. Omdat de slang erbij ligt. Dan komen we op de staven. Koningin zou die mee resoneren, he, corresponderen. En dat staat ook voor het ondernemerschap, het zorgen. Het zijn allebei twee zorgende kaarten, hè, vanuit de moederlijke energie. En deze kaart wordt eigenlijk ook wel gezegd, hey, je zorgt wel voor anderen, maar zorg je ook goed voor jezelf. De koningin is eigenlijk iemand die sowieso heel erg zorgzaam is. De koningin van munten. Ik heb het idee dat het met ondernemen of in ieder geval zakelijke groei ook te maken heeft op een bepaalde manier. Iets komt ook tot een einde. Ook een nieuw geloof. En dat heeft met die nieuwe richting te maken die jij op wil gaan. He, je hebt in de linkerhand, dus vanuit je gevoel, die staaf in handen. Je gaat heel erg voelen vanuit je intuïtie. En rechts heb je iets, ja, hoe ga ik die wereld veroveren? Daar ben je over aan het nadenken. Welke richting wil jij opgaan? He, daar kom je ook uit, maar dat betekent ook dat je dingen moet gaan beëindigen. Dat dingen tot een einde gaan lopen. Dus een nieuwe richting, vernieuwing is echt wel een van de thema's. Want hier hebben we ook alweer op het inzicht de weg liggen. Ook weer eigenlijk deze kaart, hè, daar correspondeert ze mee, koningin van aarde. Ook weer weten, als ik een keuze maak, als ik een nieuwe weg in ga, moet het allemaal wel zekerheid geven. Je wil heel graag zekerheid met de munt van, met de aas van munt. Ja, hoe mooi wil je het hebben? Je bent heel erg aan het piekeren van, ja, ga ik links, ga ik rechts? Je bent misschien ook wel eens wat vlinderig, wat vluchtig als tweelingen, want die gaan van hond naar her, net vlinders. Als je nou naar deze kaart kijkt, dan zie je hier eigenlijk de tuin en een poort van een rozenhaag. En die rozenhaag heeft doorns, die geven bescherming. Hier staan witte lelies, dat kun je misschien net zien. Ik weet niet of je dat kan, ja, een beetje wel. Nou, hier wordt je eigenlijk een kans aangereikt. Maar jij hebt de neiging om binnen die tuin te blijven, in je comfortzone. Je wordt eigenlijk uitgedaagd, als je die comfortzone uitgaat, die tuin uitgaat, ben jij in staat om die top van die berg te gaan bereiken. Dus ja, tweelingen, wat houdt jou tegen om dat te gaan doen, zou ik zeggen? Waar gaat het dan naartoe?
Nou, die keuzes vind je niet heel gemakkelijk. Even ook een beetje bijkomen, tot rust komen. Vanuit die rust ga jij dus ook je geluk pakken. Twee is ook dualiteit. Dus neem die rust, dat is heel erg belangrijk voor je aardse geluk. Want het heeft met aards geluk te maken. Hoe kijk jij naar je eigen situatie? Ja, dan heb ik de Chariot met het boek. Dus een overwinning. Het kan ook nog duiden op een nieuwe liefde of vernieuwing in de liefde. Donker en licht heel goed weten te beteugelen. Je ziet hier die twee swinksen of leeuwen of ja, hoe je het ook allemaal noemen wil. Die engelenvleugel op die zegenwagen. Overwinning, maar vooral heel erg weten hoe je alles in balans weet te houden. En hoe je het geen loopje meer met je laat nemen. En dan heb ik hier het boek, het kennisboek. Dus allerlei nieuwe informatie voor deze situatie komt tot je. Je gaat dus ook echt een nieuw hoofdstuk beginnen. Oude boeken dicht, dat zien we hier ook. Ja, en wat is dan van invloed? Ridder van bekers. Dus er komt vergeving aan, verzachting aan. Emoties worden je als het ware aangereikt. Dus het kan heel goed, hè, omdat ik dat hier al aangaf, met liefde te maken hebben. Zeker ook dat anker, dat staat ook voor liefde, verankerde liefde zelfs. Ik heb geen hart voor je, maar het zijn wel aanwijzingen. En daarnaast gaat het hier om verzachting, om passie, om beminnen. En het anker en de klaveren en dan het schip laat ook zien, zeker ook hier weer, er liggen best wel aardig wat geldkaarten. Dus daar financieel strandt dat ook. Dus dat is wel zeker heel prettig, lijkt mij. Nou, je hoop en je vrees. En heb je nou zoiets, hey, dit vind ik wel heel erg gaaf, Mirai. Ik zou wel eens van jou een persoonlijke reading willen. Dat kan natuurlijk. Dan kijk je even op www.mediamirai.nl voor alle consultmogelijkheden. Onderaan dit filmpje, onderaan deze video ergens staat, als je dat uitklapt, ook alle linkjes naar de websites. En dan kun je altijd even kijken naar alle mogelijkheden. Hè, telefonisch consult of een praktijkconsult of een ingesproken kwartaalreading of een halfjaarreading. Kijk zelf maar even, misschien heb je hier genoeg aan. Dat is natuurlijk ook oké. Je hoop en je vrees, afzondering. Je bent eigenlijk ook wel een beetje bang om even te analyseren, om het licht ergens op te schijnen. Waar die angst vandaan komt, dat heeft denk ik toch met wat onzekerheid te maken. Maar eigenlijk zou je het ook wel meer willen. Gewoon eens even lekker afzonderen. Dat zou je ook heel erg goed doen, want dan krijg je namelijk orde op zaken. En ook de beweging, dus het is heel tegenstrijdig, hè. We hebben hier een schoppen, dus dat is een luchtelement en dingen die in beweging komen. Maar ook die afzondering even vanuit de maagdenenergie. Even de hele zaak observeren, analyseren. En dan gaan dingen in beweging komen. En dat is ook wat je heel graag zou willen. En waar gaat het dan naartoe? Wat is het einddoel van deze legging? De hoge priesteres, donker en licht. Hier hebben we ook donker en licht gehad. Hier gaat het ook weer over dualiteit, over die vertwijfeling van, terwijl je innerlijke waarheid weet, je hebt de informatie op schoot, de maan is ook van invloed. Het gaat hier om jouw innerlijk weten, om jouw innerlijke wijsheid. En daar ga je weer naartoe en daar ga je ook een heel nieuw begin mee maken. Maar ook nieuwe plannen ga je creëren en ontwikkelen. Dus het is wel een hele mooie einddoelkaart, einddoelpositie. En we gaan eens even kijken met de kleurkaarten. Welke kleuren jou kunnen gaan ondersteunen in komende maand in dit hele proces. Ik vind het een hele positieve reading, moet ik zeggen. Ik vind er veel groei in liggen. Groeikansen ook in liggen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Daar gaan we. Oké, azuur heb ik voor jou. Bescherm jezelf. En wat heb ik nog meer? Amber. Ook een hele mooie kleur. Ik vind ze ook heel mooi bij elkaar. Word je bewust van je creativiteit. Hele mooie kleuren. Ga eens kijken met bloemen, planten. Ga schilderen. Kijk gewoon wat je met deze kleuren eventueel zou kunnen doen. Dit gaat jou zeker heel erg in je kracht en in je energie ondersteunen. Dit is wat ik voor jou heb, lieve tweelingen. Ik wil je natuurlijk weer heel erg bedanken voor het kijken. Wil jij kans maken op dat fantastische boek of een van die twee belconsulten van www.puurmedium.nl? Laat dan even in een reactie weten waar je kans op wil maken. Je duim omhoog stel ik altijd enorm op prijs. Vergeet je niet om te abonneren. En als je het wilt delen op social, vind ik dat natuurlijk onwijs fijn. Want je weet maar nooit welke andere tweelingen dit filmpje tegenkomt en denkt, zo,
Dat had ik net even nodig. En delen is tenslotte vermenigvuldigen. Dankjewel voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende. Doei doei!